IJsbaan Noord-Laren krijgt 158.000 euro van de gemeente voor grootschalig onderhoud. IJsvereniging De Hondsrug wil het geld onder andere gebruiken voor een nieuwe toplaag op de asfaltbaan om de groei van ijs te bevorderen. En de baan dan helemaal herstellen, zitten we scheuren in en her en der komt gras al door. Dus we hopen dat die baan, die is nu bijna 30 jaar oud, dat we helemaal weer up-to-date kunnen maken. Nou, ik hoop dat we daar een nieuwe asfaltvloer overheen kunnen leggen, een dunnere. En dan een warmteafwerende laag als een soort wit asfalt, licht asfalt en liefst zo wit mogelijk. Waarom wit? Nou ja, het is zonafstotend, dus het absorbeert veel minder warmte bij de zomerdag, maar ook bij de winterdag. En op het moment dat een ijsvloer ligt en de zon schijnt erop, ja, dan dooit het ijs heel snel weer weg. Naast het opknappen van de asfaltlaag komt er ook een nieuwe trimbaan rondom de ijsbaan. Dat is een initiatief van dorpsbewoners. De trimbaan bevat verschillende hindernissen, zoals een evenwichtsbalk en een klimnet. Ja, voor kinderen is klimmen en klauteren natuurlijk altijd goed. Dus dat zit er zeker in. Dus je moet je voorstellen een hindernis met netten waar ze overheen kunnen of waar ze aan kunnen hangen. Dingen waar ze overheen kunnen springen. Dus dat soort elementen zitten er zeker in. Ja, nou, ik ben er vooral heel erg trots op dat we dit met elkaar eigenlijk van een klein idee, een klein initiatief, kunnen we iets van een sport- op beweegtoestel gaan plaatsen, hebben weten uit te bouwen tot een serieuze trimbaan en daar ook alle financiering voor rond hebben gekregen. En dat we na een jaar ook kunnen zeggen dat we dit echt gaan plaatsen, dus daar ben ik heel trots op. De investering is dus niet alleen voor schaatsliefhebbers. Vanaf een Sjeur de Boelbaan tot en met de Woodcam, dus alles kan hier straks. Dus dat houdt dus in dat je de baan gewoon veel langer open kunt houden met meer mensen. En het is niet alleen meer schaatsen voor Noord-Laren, het is eigenlijk schaatsen voor de hele gemeente. Ik had daar gezegd voor de hele omgeving, ook vanaf Drenthe zeg maar. Dus nee, het is niet alleen van de marathon, dat was vorige week een groot feest, maar ook voor de rest. Ja.